Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Welkom luisteraars bij weer een nieuwe podcastaflevering vol kennis, vragen en antwoorden van twee studenten die zich willen verdiepen in opvoeding. Lars. Hoi, ja, twee studenten. Ja, oké, ik ben nog wel student inderdaad. Ja, om even mensen de context te geven. Lars, jij hebt natuurlijk wel al de studie pedagogiek afgerond, hè? Ja. Maar je bent nu wel weer bezig met een nieuwe studie. Klopt, ja, met filosofie. Alleen je blijft natuurlijk heel je leven lang leren. Hè? Zeker waar. Maar ik vind het wel belangrijk dat je even zegt dat jij nu filosofie studeert. Want dat heeft te maken met het thema wat wij in deze podcast gaan behandelen. Ja, precies. Want filosofie komt steeds meer terug, ook in het lager onderwijs en op de middelbare school. En wij willen vandaag eens gaan kijken van, met ook onze gast, Marta Kemper, die doseert filosofie in een middelbare school. Willen wij eens gaan kijken van, wat houdt dat nou in, dat vak? Ja, en voor de mensen die dan nu filosofie horen en denken, oh shit, het gaat alleen maar over zweverige dingen. Ja, die meteen de podcast afzetten. Inderdaad. En die meteen afzetten, want oh, dat wordt weer allemaal heel moeilijk en lastig. Nee, want we willen juist de noodzaak van filosofie benadrukken. En dat filosofie niet alleen maar gaat over heel ongrijpbare dingen, maar ook over hele simpele alledaagse onderwerpen, zoals kritisch nadenken, het afvragen van bepaalde zaken, bezighouden met waarom doe ik wat ik doe en waar wil ik naartoe in het leven. Dus dat zijn eigenlijk hele simpele dingen, maar het hoort allemaal bij filosofie. Ja, en Tijmen, wist jij bijvoorbeeld dat vorig jaar 2600 leerlingen examen deden in het vak filosofie? Dat zijn er al best veel. Ja, precies. En in het jaar 74 waren dat er 13. Dat was het eerste officiële eindexamen filosofie. En moet je kijken hoe dat gegroeid is in al die jaren. Zeker Lars. We komen erachter of dat belangrijk is of niet. Of dat een goede kant is. Dat wat denk jij? Nou, ik ben echt van overtuigd dat wij filosofieonderwijs nodig hebben. En dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Dus we gaan dadelijk wel de mening horen van een professional. Maar ik denk echt dat het heel belangrijk is voor kids. En zeker in deze tijd dat we houvast hebben op bepaalde zaken, op levensbeschouwelijke zaken. Niet om onszelf afvragen waarom we dingen doen. Ja, want vroeger had je natuurlijk de godsdiensten en de religies. Ja, ik heb nog godsdienstleer gehad, zo heet het dat niet. Kennis van het geestelijk leven heette dat. Wow, best wel breed nog. Klinkt ook heel diep voor een basisschool. Nou, dat was wel middelbare school. Okay, ja, precies. Nou, maar omdat we nu steeds minder bezig zijn met religie over het algemeen, merk je dat heel veel mensen toch zoekende zijn naar bepaalde levensvragen, of in ieder geval antwoorden op levensvragen. En dat ze gewoon een soort zin zoeken. En ik denk dat filosofie of gewoon nadenken daarover gewoon wel die zin al kan geven. Ja, de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel, waar we ook misschien aandacht aan moeten besteden, is daar eigenlijk wel ruimte voor in de huidige onderwijssysteem voor dat soort dingen, weet je wel? Want we moeten heel veel vaardigheden opdoen in allerlei vakken. En is er dan nog wel tijd om eens een beetje te gaan zitten denken met z'n allen? En daar gaan we in deze podcast achterkomen. Wij zitten nu in het Elinor Ostrom gebouw van de Radboud Universiteit. Ja. Want Lars, jij studeert hier en jij hebt deze lokaal. Niet hier per se, maar wel hier tegenover inderdaad, in het Erasmus gebouw. Ja, en jij hebt hier een lokaal kunnen boeken, heel fijn. Ja. En ik geloof dat onze gast dezelfde studie doet als jijzelf. Klopt, ja. Die studeert inderdaad ook. Die gaat een master doen en tegelijkertijd geeft ze dus lessen op een middelbare school. En ik weet niet precies meer aan welke niveau ze les geeft, maar dat kunnen we ook meteen vragen. En ja, we zitten hier fijn in een lokaaltje, afgeschermd en podcast ready. En, Tijmen, ja? ik ruik iets. Ja, ik wil er al niet over beginnen, want ik ben blij dat ze er weer zijn en dat ze hier op tafel liggen. Ja. Kijk of mensen het kunnen horen. Onze. Ja, wat denken mensen nu dat het is, inderdaad? Hele goede hint, dit. Onze pedagogisch verantwoorde snacks zijn terug. Ja, maar en ik heb gekozen vandaag voor een exotisch pakket, Tijmen. Ja, ik zie allemaal verschillende soorten partjes met fruit liggen. Ja, en jij mag de ananas hebben, want daar hou ik helemaal niet van, eigenlijk. Maar het ruikt al wel een beetje vreemd. En ik heb het idee dat ze bijna over de datum zijn. Ja, het budget was wederom op. Nee, ik heb gewoon gekozen voor wat vandaag op moest. Dus dat moeten we ook gewoon gaan doen. Daar kregen we natuurlijk korting voor, hè, dus we moeten op ons budget blijven letten. Jawel. Maar Lars, ik stel voor dat we naar de eerste rubriek van deze aflevering gaan. Spraak van de week. Een kind dat de vraag voorgelegd krijgt of een bloemkool pijn heeft als die wordt opgegeten, leert dat je alles mag denken en dat alles denkbaar is. En die uitspraak is van Marley Huijer in een artikel wat ik gevonden heb. En zij is hoogleraar publieke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, filosoof en medicus. Dat klinkt als iemand die wel weet waar hij het over heeft. Ja, en ik zag die uitspraak tijd en ik dacht, ja, dit is eigenlijk wel waar het over gaat. En dit zal dan waarschijnlijk te maken hebben met de basisschoolkinderen, ga ik vanuit. Mm-hmm.
Maar hier gaat het wel over natuurlijk. Hè? Ik moet bij deze uitspraak ook heel erg denken aan wat ik op het begin zei. Dat kritisch leren denken. Want dat is in deze maatschappij, naar mijn mening, echt essentieel. Ja. Als jij hier wil rondlopen en je wil overleven in onze cultuur, dan is het gewoon heel belangrijk dat je vragen blijft stellen. Dat je kritisch bent, dat je nieuwsgierig bent en dat je echt durft te denken van, hey, klopt dit wel? Ja, ja, ik ook. Ik had ook al heel veel levensvragen vroeger op die leeftijd, weet je wel. En je wil die toch wel gewoon, je wil daar iets mee. En zeker als kind, je wilde gewoon weten van, hoe zit het nou na de dood en zo? En wat gebeurt er met iemand die ingeslapen is? Dan hoorde je dan vroeger ingeslapen. En dan ging ik heel erg denken van, wow, wat betekent dat dan? Ga je dan slapen of ben je dan dood? Of wat is dan precies het, het ding? Ja. En dan ging het dus inderdaad heel erg over die levensvragen. Maar het mag ook gaan over problemen in de maatschappij en zo. Daar moeten kinderen ook over na gaan denken. Ja, want ze gaan uiteindelijk daar ook in meedoen. Dus waarom niet? En ik denk ook dat, wat ik net al zei, dat filosofie hoeft ook helemaal niet zweverig te zijn of vaag. Het gaat echt over de ethische handvatten die wij gewoon nodig hebben in het leven. Natuurlijk, vroeger hadden we dus die godsdiensten en die zeiden precies wat je moest doen en wat goed was, wat slecht is. Maar nu leven we in een maatschappij die veel complexer is en die ook veel complexere vragen oproept. En filosofie kan daar wel een oplossing voor zijn om daarmee leren om te gaan. Ja, ja. Ik zie nou ook waar het artikel vandaan komt. Dat komt uit Trouw. En we zullen het ook in de show notes denk ik gewoon wel zetten. Ja. Want wat Marlie Huijer ook zegt in dat artikel is, stel filosofie op school verplicht. Oké. Okay. En daar gaat ook ons thema over vandaag natuurlijk, hè, Tijmen. Van of dat wel kan of niet. Ja. En ik geloof dat, of dat wel kan of niet, dat in de volgende rubriek, wetenschappelijk verantwoord, dat daar ook een van onze bronnen over gaat. Of het wel kan of niet. Wetenschappelijk verantwoord. Oké, okay, terwijl ik even een druifje naar binnen werk, Lars. Ja, Tijmen, doe dat lekker. Vraag aan jou, wat is de eerste bron van de twee wetenschappelijke artikelen die wij vandaag meegenomen hebben? Ja, nou, ik ben heel erg op zoek gegaan naar wat zeggen de bronnen nou eigenlijk over dat filosofieonderwijs en dat een plek moet krijgen in het onderwijssysteem en in de vakkenpakketten. Mm-hmm. En eigenlijk kwam ik vooral uit in Vlaanderen, Tijmen. Niet zozeer in Nederland, want in Vlaanderen waren er gewoon verschillende onderzoeken geweest naar, hoe is dat nou eigenlijk? Is dat nou een goed idee eigenlijk om daar ruimte voor te maken ook? Ja, en die eerste brontijmen die komt eigenlijk uit de jaren 90. Omdat dat toen een beetje in opkomst nog steeds was. Van wat willen we daar nou mee? En dat is eigenlijk een leerplan voor allerlei scholen in Vlaanderen. Waarin staat dat filosofie beoogt om kritisch reflexieve houding aan te leren. En het vermogen om zelfstandig te denken, dat belangrijk is. Mm-hmm. En tegelijkertijd de rijke cultuurtraditie van het westerse filosofisch denken aan te leren. Want het is natuurlijk ook deel van onze nalatenschap. Of hoe noem je dat? Ja, van de manier hoe we denken. Dat is natuurlijk ergens ontstaan. En dan gaan we helemaal terug naar de tijd van de Grieken en zo. Hè, waar die westerse denkers, hè, zoals Plato, Aristoteles, Socrates, weet je allemaal. Zij hebben in ieder geval het zaadje geplant voor de manier waarop wij denken. Ja. En dat is natuurlijk, je hoeft het niet allemaal uit je hoofd te kennen. Je hoeft ook echt al die boeken niet van die mensen gelezen te hebben. Want er zijn er nogal wat. Ja, precies. Ja. Maar als je gewoon de grote lijnen weet, dan weet je tenminste waarom we denken zoals we denken. Ja, en al die namen die je net noemt ook, die hebben ervoor gezorgd dat er is een bal gaan rollen natuurlijk. Hè, waardoor veel meer mensen zich vragen hebben gesteld. Hè. Dat begon bij Socrates en zo. Dat zullen de meeste leerlingen misschien ook wel kennen, die naam. En dat is eigenlijk niet meer opgehouden tot vandaag de dag. Nou ja, wat er verder in die bron staat, Tijmen, is dat ze dus opdelen in vijf stukken de filosofie. Mm-hmm. Die dus belangrijk kunnen zijn in die ontwikkeling van dat besef en van de kennis bij leerlingen. Ja. En dat is bijvoorbeeld de logica en de taalfilosofie. Dan gaat het over drogredeneringen en waarheid. En wat zeg jij nou eigenlijk? En wat is een bloemkool nou eigenlijk? Wat bedoel je daarmee? Ja, ja, ja. Dus het is echt wat is waar? Hè? Ja, 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 precies. Ik zal die bloemkool gewoon vaak terug laten komen. Ja, vind ik gewoon een heel mooi voorbeeld. Dan heb je ook nog epistemologie en wetenschapsfilosofie. Dat gaat over wat is wetenschap? Mogen wij bijvoorbeeld zeggen dat de maan dit en dat is? En dat je, hè, kun je daar bijvoorbeeld ware dingen over zeggen? En wanneer is ook echt iets wetenschappelijk bewezen, volgens mij? Ja, dat precies. Ook, dat wordt ook aan de kaak gesteld. Ja, nee, inderdaad. En dan heb je ook nog metafysica. Dus het bestaan van getallen, van God, van persoonlijke en object identiteit, van vrije wil en van de geest. Dan wordt het alweer wat dieper.
Ja, nee, precies. Ik weet niet of ik hier al over nadacht toen ik in groep 8 zat, maar ja, goed, je kan het bijvoorbeeld over het bestaan van God en zo, daar kun je het wel gewoon over hebben. Ja, dat zijn precies. Onderwerpen die kinderen meekrijgen. Ja, precies. Dan heb je ook nog, wat ik dus heel interessant vind, ik denk ook voor leerlingen ook wel heel dichterbij ze staat, is de moraalfilosofie. Hè? Dus wat is goed om te doen? De deugdenleer. En wat zijn de goede waarden om aan te houden in je leven? Mm. En als laatste sociale en politieke filosofie. En dat gaat over wat is rechtvaardig hè? En wat vinden wij eigenlijk van onze politici en zo. Ook ja, interessant. Ja, en hoe zit, en dan misschien ook nog wel het interessantste of het belangrijkste, hoe ziet onze democratie eruit? Hoe werkt democratie? Hoe werkt het dat iedereen een stem heeft en dat iedereen van zich mag laten horen? Ja. Maar goed, dat zijn dus de verschillende soorten. Maar de tweede bron, dat gaat er natuurlijk over van waarom zou het juist geen goed idee zijn om filosofie als vast vak te introduceren. Ja, ja, inderdaad. Die tweede bron, ook van een Vlaamse artikel, gaat dus over waarom is het zo moeilijk om filosofie als vak, net als Nederlands, net als natuurkunde, diezelfde waarde te laten krijgen en op dezelfde manier ruimte laten krijgen in het onderwijs. Want ik heb het gevoel, ik weet niet, moeten we ook straks aan Marta vragen, dat het een beetje een ondergeschoven kindje is nog af en toe. Mm-hmm. Ja, nee, omdat... Sorry, ik was nog even die meloen aan het eten. Ja, ik zie het, ja. Nee, maar het is een ondergeschoven kindje, denk ik. Omdat het vaak zo... omdat het vaak betiteld wordt als vaag, als saai, als stoffig, als onbelangrijk. Terwijl, dit willen we ook met deze aflevering ook bewijzen. Dat is het niet. Nee. In dat artikel komen een paar punten aan bod waarom dat zo moeilijk is. Nou ja, de laatste decennia krijgen bijvoorbeeld meer prestigieuze vakken zoals wiskunde en wetenschappen veel meer aandacht. En dus ook meer ruimte op scholen. Mm. Ook ouders vinden dat misschien wel veel belangrijker. Hè? Ja, en omdat het ook, hè, het gaat over geld. Het gaat over hè, waar het echt om draait, zogenaamd. Ja, precies. Dus die krijgen ook meer ruimte. Je moet wel echt met je mond leeg eten. Ja, nee, ik merk het. Dat gaat toch niet zo makkelijk als je aan het praten bent. Ik ga hem even opeten. Welke redenen zijn er nog meer om het niet te doen? Nou, waar mensen ook bang voor zijn, zeker op katholieke scholen, is dat het een soort bedreiging vormt voor de godsdienstleer, die daar heel belangrijk is op dat soort scholen natuurlijk. Ja, en aan de ene kant snap ik dat, want hè, filosofie, kritisch denken, heb je twijfels bij alles, dus ook bij godsdienst. Ja. Alleen, het kan een godsdienst ook verrijken. Want dat is even mijn algemene kennisknobbel ergens. Ik geloof dat, en dan moet jij me even verbeteren als ik het fout heb, maar ik geloof dat Plato, de hele oude Griekse filosoof, die scheidde al het lichaam en de geest, hè, als twee aparte dingen. En de katholieke kerk heeft dat overgenomen. Dus dat is gewoon een filosofisch concept dat gewoon gebruikt is door geloof. Dus het hoeft elkaar niet per se uit te wissen. Ja, dat zou best wel eens waar kunnen zijn, Tijmen. Kan je daar niet per se nu op okay. pakken. Maar, nice. Maar bijvoorbeeld deze zin alleen al. Filosofie kan een bondgenoot zijn in de strijd tegen de vertechnisering van het middelbaar onderwijs. Nou, dat is toch heel mooi, weet je wel. Dat we het niet alleen maar hebben over de technologische vooruitgang of over de ontwikkeling, maar dat we het ook hebben over onszelf, over onze persoonlijke ontwikkeling. Ja, en de godsdienst had daar natuurlijk al veel aandacht aan. Maar de filosofie kan daar dus een bondgenoot in zijn. Dat is supermooi. Zeker, want een godsdienst is natuurlijk toch nog vanuit één bepaalde visie. Terwijl de filosofie, dat gaat over alle soorten denkwijzes. Ik zal er nog even eentje uitpakken, Tijmen. Nog eentje en dan gaan we naar de gast, want daar ben ik misschien wel benieuwd naar. Ja, nou ja, het is nog wel interessant. Veel scholen werken met bijvoorbeeld methodes als het Socratisch gesprek of filosoferen met kinderen. Ik weet niet of jij die... Ja, dat zegt me iets heel vaags, maar wat is het ook alweer? Nou, dat zijn dus methodes om kinderen kennis te laten maken met debatteren en met denken en met de filosofie in het algemeen. Een soort eerste stap. Mm-hmm. Maar wat dit artikel zegt is dat door die methodes, wel goede methodes, maar dan komt er toch een beetje een vertekend beeld van wat filosofie eigenlijk is. Want daar stopt het natuurlijk niet. Dat is niet alleen filosofie. Nee, dan moet het vak wel meer zijn dan alleen dat. Ja, en daarom vindt dit artikel dus dat het een plichtvak moet worden. Zo noem je dat dan in België, een plichtvak. Dat je het moet doen. Een plichtvak. Een plichtvak, ja. En... nou ja, dat is ik kan daar natuurlijk alleen maar achter staan. Dit zijn artikelen uit van een aantal jaar terug. Dus ik ben benieuwd hoe het nu in België is. Maar wij zijn benieuwd, Tijmen. Hoe is het nou in Nederland? En daar gaan wij een paar vragen over stellen. En dan stel ik voor om Marta Kemper dit mooie lokaal binnen te laten. Deskundig beantwoord. Ja, Tijmen, we zijn weer aanbeland bij deskundig verantwoord. Dat betekent dat we weer een interessante gast in ons midden hebben. En dit keer is dat Marta Kemper. En zij is docent filosofie op een middelbare school. En zij studeert ook nog filosofie. Klopt, hè?
Ja, klopt. Hier aan de Radboud. Het is een thuiswedstrijd eigenlijk voor jou, want je komt hier eigenlijk heel vaak, hè? Ja. En dat is de pre-master, toch? Ja, ik doe nu nog de pre-master. En in februari begin ik aan de master. Oké, dus je gaat allemaal ook daarin door. En je hebt dus lesgegeven op een middelbare school. Ja, zeker. Tegelijkertijd. Ja. Was dat goed te combineren eigenlijk? Of hoe? Dat is een goede vraag. Ik heb iets studievertraging opgelopen daardoor, maar het is een hele goede aanvulling geweest, zeker. Ja, want je geeft dan les aan HAVO 4 en MAVO 3, hè? Ja. En HAVO 4 was dan echt filosofie geven. Ja, klopt. Hè? Ja. En MAVO 3 is dan levensbeschouwing. Ja. En waarom is daar een verschil in gemaakt dan eigenlijk? Ik denk dat ze op de school of in het onderwijs in het algemeen hebben gedacht dat filosofie misschien toch iets te moeilijk is voor die leeftijd, voor dat niveau. MAVO 3, het zijn kinderen van 12 tot 14 jaar. Dat is toch echt wel gek, hè? Dat filosofie te moeilijk is voor een bepaalde categorie. Ja, want ik vind dat je filosofie ook op basisonderwijs moet kunnen geven. Ik heb basiskinderen zien filosoferen met filosofen en dat ging echt supergoed. Ja, het is wel heel anders natuurlijk, maar ik vind dat echt geweldig. Ja, dus als het aan jou ligt, dan zitten ze dus al in groep 6 te filosoferen over ja, het leven. Ja, absoluut. We hebben net een kwartier lang eigenlijk heel veel gehad over hoe dat dan in België is, omdat we daar de onderzoeken vandaan hadden gehaald. En we zijn ook benieuwd hoe dat in Nederland is. Wat doe je eigenlijk in zo'n vak, filosofie? Ja, stel, ik kom daar binnen. Ik en Tijmen gaan een dagje in jouw klaslokaal zitten. Hoe gaat dat dan? Ja, dat verschilt heel erg. Dat verschilt ook per onderwerp, want filosofie is natuurlijk heel breed. Je hebt hele verschillende onderwerpen. Maar in mijn lessen probeer ik het wel interactief te houden. Dus dat leerlingen ook heel veel te zeggen hebben en dat ze ook met elkaar heel veel in gesprek gaan. Dat vind ik heel belangrijk. En hoe werkt dat gesprek met elkaar dan? Is dat een soort debat of zo? Of stellingen verdedigen? Ja, dat kan een debat zijn. Bijvoorbeeld bij het onderwerp logica, dan leer je ook over drogredenen, wat ze natuurlijk bij Nederlands ook krijgen, wat ik heel belangrijk vind. Dus dan leer ik ze hoe ze met elkaar in debat gaan en hoe ze zichzelf kunnen verdedigen, hoe ze kunnen argumenteren. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ja, want dat is ook waar we in het begin over hadden, Lars, hè? Want dat is ook filosofie. Hè? Dat is gewoon jezelf ook weerbaar maken, of in ieder geval jezelf ook durven presenteren. Ja. En dat is toch wel een superbelangrijke skill tegenwoordig. Ja, en inderdaad die logica, ik vond dat altijd heel moeilijk. Maar daar heeft natuurlijk ook taallogica, heeft daar ook mee te maken. Dus ja. Klopt het wat iemand zegt? Ja, precies. En veel leerlingen zeggen natuurlijk veel dingen die zo net niet kloppen of net wel kloppen. En dat is wel leuk dat ze daar naar kunnen kijken ook, inderdaad. Ja, vind ik ook. Ik vind dat heel belangrijk. Ook met het hele fake news en alles tegenwoordig. En wat ze allemaal binnenkrijgen via internet. Vind ik het heel belangrijk dat ze kunnen zien van wat moet ik nou geloven en dat ze dus ook kritisch nadenken. Ja. Van wat is nou echt en wat moet ik geloven? En bij logica bijvoorbeeld kun je leren van welke stelling is geldig, wat is waarheid en leren over drogredenering. Ja, dat is zo belangrijk, hè? Want in aflevering 15, hè, toen hadden we het over radicalisering gehad en daarin werd ook aangehaald dat het zo belangrijk is dat we leren over wat nou een complottheorie is. Of wat nou inderdaad wat je zegt fake news is. Omdat als wij of als kinderen te veel waarde hechten aan bijvoorbeeld een nieuwsartikel wat ze ergens gelezen hebben, wat eigenlijk complete onzin is, dat ze daardoor ook hele rare denkbeelden kunnen ontwikkelen. Wat weer bijvoorbeeld tot radicalisering of zo kan leiden. Dus het is denk ik gewoon veel belangrijker dan dat mensen in eerste instantie zouden denken, zo'n filosofie les. Ben je het daarmee eens? Ja, zeker mee eens. Ja, soms denken mensen dat filosofie van ja, wat heb je daar nou aan, wat Aristoteles en zo gezegd hebben bijvoorbeeld. Ja. Maar filosofie, als je filosofie studeert ook bijvoorbeeld, het gaat niet alleen over wat je leert qua theorieën, wat al die filosofen gezegd hebben, maar het gaat ook over dat je eigen denkwijze leert veranderen. En op een gegeven moment als je het zo vaak doet, dan verandert er gewoon iets in je hersenen, geloof ik. Waardoor je gewoon anders gaat nadenken, wat ik heel belangrijk vind. Ja, maar ik denk ook dat heel veel mensen het ook als stoffig en als ingewikkeld zien. Omdat er ook vaak heel ingewikkelde taal gebruikt wordt. En daar kan ik me nog wel eens aan storen. Want kijk, het zijn vaak ook dingen waar je echt wel wat dieper voor moet nadenken. En echt wat langer voor moet zitten om het te begrijpen. Maar omdat het vaak zo elitair beschreven staat, snap ik op zich wel dat het veel mensen af kan schrikken. Ja, jou niet per se, Tijmen. Maar ik ben natuurlijk kei intelligent, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar nee, maar als iemand gewoon zijn leven leidt, lekker praktisch ingesteld is, lekker met zijn handen. Ja, die wil die termen niet horen. Nee, die wil gewoon horen. Nou, die wil praktische filosofie.
eigenlijk. Ja, ja, maar precies. Het hoeft niet allemaal heel erg moeilijk te zijn. Ook de dingen die Aristoteles zei, die zijn op zich wel makkelijk te vertalen ook. Dus waarom zijn er niet leerboeken waarin die moeilijke pamfletten van al die filosofen gewoon simpel zijn? Zijn er leerboeken eigenlijk? Maak jij gebruik van leerboeken? Ja, zeker. Ja? Ja, en ik denk dat die boeken wel veel simpeler zijn gemaakt. Wat mij ook heel erg hielp eigenlijk bij de pre-master. Want toen wij tentamens hadden... Boeken die ik niet heb? nu niet meer, maar de toetsen die wij toen hadden, de tentamens... Ik gaf toetsen toen aan mijn leerlingen over dezelfde onderwerpen. Alleen dan veel simpeler. Wat voor mij echt heel fijn was, om het even op een simpel niveau te zien. Van, oh ja, zo zit het. En dan weer op ons niveau van echt dieper op ingaan en gedetailleerde en vakjargon. Met simpele voorbeelden ook en zo. Ja. Want we hadden ook een voorbeeld van de bloemkool natuurlijk. Hè. Tijm, heeft de bloemkool nou pijn? Dat was misschien meer voor de basisschooljeugd, maar heeft de bloemkool nou pijn als je hem opeet of zo? Ja. Dat zijn simpelere voorbeelden natuurlijk. Heel kinderlijk verteld. Ja. En daar hebben ze wel meteen een beeld bij natuurlijk. Ja. Want dat doen ze wel, dat doen kinderen natuurlijk ook wel vaak als ze klein zijn, want dan dat ze dan bijvoorbeeld menselijke eigenschappen toedelen hoe zeg je dat, dode voorwerpen. Ja. Dat is ook vaak met een pop of zo, of met een... En dieren, en is dat dan hetzelfde en zo? Ja. Hey, ik vroeg me nog wel af, hè, de school, wat wil die eigenlijk? Of de school waar jij dan werkte, wat wil die met dat vak? Ik denk dat het vaak op een school gegeven wordt waar religie ook belangrijk is. Wat misschien een beetje gek kan klinken, omdat filosofie en religie soms ook tegenover elkaar staan. Ja. Maar. Hadden we het nog over het time? Ja, want hoe gaat dat? Want kijk, in onze bronnen die we net hebben behandeld, daarin stond ook dat sommige basisscholen of sommige middelbare scholen het niet fijn zouden vinden als filosofie als vast vak zou worden gegeven, omdat sommige stromingen juist inderdaad tegen de religie zijn. Maar andere filosofische stromen, die kunnen dat juist weer versterken. Ja. Ja. Wat is dan denk ik volgens jou de beste weg om dat in te slaan? Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord. Ja, ik vind dat zelf ook heel lastig. Op de school waar ik dan werk, is het dan heb je dan ook levensbeschouwing, wat ik dan aan MAVO 3 geef, waar ook godsdienst bij zit. En filosofie is wel echt filosofie, maar je hebt bijvoorbeeld ook scholen waar ze voor een filosofieonderwerp bijvoorbeeld reden en religie hebben gehad. Dus dan ga je juist vanuit filosofie weer over religie hebben. Ik vind het altijd heel lastig, want het kan tegenover elkaar staan, maar voor mij werkt het ook goed samen, want ik ben zelf ook christelijk opgevoed. En juist daardoor denk ik dat ik juist filosofische vragen interessant ben gaan vinden. Ja, ja, omdat inderdaad, als je het hebt over een geloof zoals het christendom, daar komen ook vragen naar voren, zoals hè, wat is er na de dood, bestaat God of niet? En dat zijn al wel filosofische vragen. Ja, en het christendom heeft er dan bijvoorbeeld echt antwoorden op van dit gebeurt er na de dood. En filosofie ga je juist weer wat kritischer nadenken daarover, waardoor sommige mensen die een religie aanhangen tegen filosofie kunnen zijn, wat ik ook begrijp. Maar het kan ook heel goed samenwerken, denk ik. Je bent zeg maar een beetje ook persoonlijk dan wel betrokken bij dat goed gegeven wordt eigenlijk, hè, dat vak. Ja. Dat vind je ook wel zelf belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja, ja. Ja, precies. Snap ik wel. Ja, nee, omdat het dus bijdraagt aan een kritische blik van de kids. En dat ze ook echt nodig hebben. En natuurlijk, stel je bent gewoon heel erg religieus opgevoed en je hebt op zich een soort van richtlijnen of je hebt een bepaald... Ja, moraal wat vaststaat dan. Hè? Want ik geloof dat een filosofisch moraal niet echt heel erg vaststaat. Hè? Dat kan heel erg alle kanten op gaan. Als je gewoon, het ligt eraan hoe diep en hoe ver je erin gaat. Maar het kan mensen ook houvast geven. En dat is op zich niks mis mee. Ja, ik vind filosofie en religie altijd een lastig onderwerp. En ik heb het met jou ook een keer over gehad. Dat weet ik nog. Dat we ons daar wat meer in wilden verdiepen. Dus wat, in de religie wat, ook, in dat stukje. Ja, ja, ja. Wat denk jij daar eigenlijk over? Ik vind dat wel over? Interessant. Nou ja, ik vind religie, ik heb daar ook een minor toevallig in gevolgd. Dan moest je ook je bezighouden met de islam en wat daar allemaal nog achter zit, weet je ja, wel. Dat was nog tijdens jouw studie in pedagogie. Ja, klopt. Ja, ah, ja, cool. Ja, ja. Dan ging leren voor het leven, heette dat. En dat is ook een soort levensbeschouwing. En dan ging je dus kijken naar spiritualiteit, naar religie en naar filosofie. Nou, en ik ben toen heel erg getrokken naar wat zit er eigenlijk achter die denkbeelden van bepaalde godsdiensten en zo. En er zit zoveel overeenkomsten in. Dat vond ik zo interessant eigenlijk. Dan ga je ze ook heel anders bekijken, die godsdiensten. En de mensen die daar zich in verdiepen. Wat heeft het veranderd, zeg maar, hoe je naar religie keek, na die minor? Ja, nou vooral de overeenkomsten tussen de godsdiensten. Hè? Dat er in de islam heel veel dingen terugkomen die in het christendom ook terugkomen. En dat we eigenlijk toch...
Ja, niet zoveel verschillen met z'n allen. Dat ook, ja. Ja, wauw. Een heel inheids gevoel kreeg je ervan. Ja, precies, ja. Ik vroeg me nog wel af, Marta. We hebben bij Dalton Onderwijs ook even over gehad, Tijmen. Wat nou als je dat gemist hebt? Jij zegt zelf, ik heb geen filosofie als vak gehad vroeger. Nee, klopt. Dat vond ik heel jammer. Wat heb je dan eigenlijk gemist volgens jou? Wat hebben die kinderen in jouw klas nu wel meegekregen? Ik vond het echt heel jammer dat ik geen filosofie had. En andere klassen. Ik zat dan op de HAVO. En vaak wordt het wel op VWO of ateneum, gymnasium wordt het wel gegeven. En ik vond het echt jammer en ik vond het nergens op slaan dat je het op de HAVO niet kreeg. Ja, precies. En ik denk als ik het eerder had gehad, dat ik veel beter had geweten wat ik wilde. Want toen ik net klaar was met de HAVO, wist ik echt niet welke kant ik op wilde. Ik ben toen sociaal-pedagogische hulpverlening gaan doen, wat ik heel leuk vond. Maar uiteindelijk toch weer andere kanten opgegaan. En ik denk als ik filosofie heb gehad, dat het me toch heel erg geholpen had welke richting ik dan... Dat je eerder bij die plek was gekomen misschien ook, waar je moest zijn of zo? Denk het wel. Niet per se dat het nou verkeerd is, hoe het nou gelopen is, maar ik denk dat het me... Maar kan ik dan concluderen dat het ook dus een beetje lijkt op persoonlijke ontwikkeling? Of leidt tot persoonlijke ontwikkeling? Ja, en ik denk ook dat als ik filosofie had gehad, dat ik misschien ook beter kon, al eerder beter kon argumenteren en beter kon presenteren. Ja, je gaat toch anders nadenken. Ik denk dat het heel veel toevoeging had gehad, ook al zat ik op de HAVO. Maar zit dat niet in Nederlands? Zit dat niet in andere vakken? Ja, ook bij Nederlands heb je natuurlijk drogredeneringen en argumenteren. Maar waarom heb je filosofie dan heb je nodig? Nog meer. Meer. Nu komt het pleidooi, hè? Ja. Waarom denk je dat dat daarvoor gekozen wordt als scholen? Wat is dan die reden dat ze dat toch willen als vak? Ja, we hebben nou veel over argumenteren en dat soort dingen gehad. Maar filosofie is natuurlijk veel meer. Want je hebt ook kenleer, wetenschapsleer bijvoorbeeld. Ik denk dat ik op die manier mijn interesse voor wetenschap weer aangewakkerd zou worden bijvoorbeeld. Of metafysica, ook heel interessant. Ethiek, dat ja, soort dingen. Ja, vind ik ook heel mooi, ja, ethiek. Ja, natuurlijk. Ja, wat is goed en fout? Ja. Ja, dat is voor waar kinderen zich het begin van hun leven natuurlijk veel mee bezighouden. Hè? Ja, dit mag niet, nee, dit mag wel. Die wijzen met het vingertje naar andere kinderen of naar volwassenen inderdaad. Jij hebt het gedaan, ik heb het gedaan. Ja. Ja. Waar komt die moraal dan vandaan? Maar hè? Kinderen zijn echt de beste filosofen, want kinderen die vragen constant waarom, waarom. En dat vind ik zo mooi. Ja, want heel veel mensen verliezen dat toch, later in leeftijd. Ja, dat vind ik echt jammer. Dus ja, daarom vind ik filosofie belangrijk. Ja, precies, want heel veel ouders, dat idee heb ik dan, die geven dan altijd wel wat antwoord op die vragen, waarom, waarom. Maar als het dan te lang duurt of te lang doorgaat, dan worden ze daar wel een beetje, ja, dat snap ik ook wel, dat heel vermoeiend kan zijn ook, al die vragen. Ja, maar die houden ze een Socratisch gesprek met hun ouders. En die ouders die vinden dat op een gegeven moment niet meer leuk, denk ik, ja. Maar misschien als die ouders ook filosofie hadden gehad, was het weer anders geweest in het gezin. Kijk, daar heb je weer een argument voor. Ja. Ik denk dat het gewoon moet gebeuren eigenlijk, hè. Want we hebben nu al zoveel dingen benoemd waarom het goed zou zijn. Maar ik vraag me ook heel erg af nog, hè, natuurlijk, we zeggen allemaal wel, het is goed voor die kids en ze hebben er veel aan. Maar hè, zeker omdat jij voor de klas gestaan hebt, vraag ik me heel erg af, wat vonden die kinderen er zelf van om die les te krijgen? Wil jij dat Lars en Tijmen jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Mail jouw idee dan naar podcast@pedagogischverantwoord.nl. Heel verschillend. Ik denk dat sommige kinderen echt het nut er niet van inzagen en de andere kinderen vonden het echt geweldig. En dan heb je een paar wie er tussenin zitten, maar over het algemeen is het best zwart-wit daarin. Is er een type aan te wijzen wat echt daarvoor open staat, heel erg? Een type kind? Type kind, ja. Een type leerling. Zou ik zo niet kunnen zeggen, nee. En ik denk dat het ook heel erg van het onderwerp afhangt. Omdat je zoveel verschillende onderwerpen hebt in de filosofie. Bijvoorbeeld één kind vindt ethiek super interessant. En dan heb je het daarna over politieke filosofie. En dan zijn ze helemaal afgehaakt. Ja, dus, ja. En jongens en meisjes, zie je daar nog verschil in? Of is dat ook wel gemixt eigenlijk? Als ik over nadenk, meer meisjes, maar... Dat was meer toevallig, denk ik. Want ook als je bij ons kijkt, zijn het toch meer jongens, volgens mij, wie de studie volgen. Maar ik denk dat het niet echt veel uitmaakt. Nee, het gaat dan over een soort interesse in nadenken. Ja, dat zal vast niet echt heel erg genderafhankelijk zijn. Maar misschien wel per onderwerp dat meisjes dit interessanter vinden en jongens vinden
logica interessanter of ik zeg maar wat. Ja, ja. Ja, ja. Maar hier moeten we ook wat voorzichtig in zijn. Hè? Want we willen binnenkort iemand uitnodigen vanuit de genderstudies. Hè? Dus dat, ja, klopt. Niet, ja. Niet dat we daar achteraf weer allemaal daar opmerkingen over krijgen. Hoe het is, maar het zou best kunnen. Ik weet niet of het toevallig is. Of... En als ze dan klaar zijn met het vak, hè, dan moeten ze denk ik het examen doen of zo? Nee. Of, oh, niet? Volgens mij niet. Niet overal. Nee. Okay. Volgens mij wordt nog lang niet overal überhaupt filosofie gegeven. En volgens mij ook niet overal als examenvak. Nee. En bij jou op school, waar jij werkt? Ook niet als examen? Ja, goed. Nee. Ik vraag me ook af, is dat dan per se nodig om dat ook echt zo op die manier te laten toetsen? Ja, nou, Tijn, maar wij moeten dat hier echt super hard doen. Ja, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk. Ja, goed, maar jullie doen een studie, jullie doen een opleiding. Ja, dat is het verschil. Ja, maar als je dan gewoon op de basisschool gewoon meer in aanraking komt al. Als je het gewoon oefent, dat is denk ik ook wel iets. Maar dan ben ik wel kritisch. Want dan denk ik van, wij hadden vroeger maatschappijleer op school. En er was een hele leuke man die dat deed. Maar het was wel gewoon babbeluurtje. Waarbij heel veel mensen ook gewoon uit de neus zaten te eten. En naar buiten zaten te kijken of niet opkwamen dagen. Er zat geen verplichting aan vast. Nee. En jij vond het wel heel leuk. Ik vond maatschappijleer echt het leukste vak van school. Maar ik zat ook vooraan en ik wilde weten waar die man het over had. Ja, maar jij bent ook heel uniek, hè, Lars. Nee, dat is niet per se, dat pleit niet per se voor mij. Maar het was gewoon, die maatschappij, dat boeide mij echt onwijs. Van hoe we hebben het met elkaar afgesproken. Hè? En een voorbeeld was dan, ook wel weer filosofisch eigenlijk. Een voorbeeld was dan, wat als een man in je huis kwam, mocht je die dan neerschieten of zo? Dat was dan, wat ik nog heel goed onthouden heb. En? Mag dat? Nou ja, in bepaalde, in Amerika wel. Bijvoorbeeld in bepaalde landen wel, in bepaalde landen niet. En zo, wat vonden wij daar dan van? En die man kon het wel leuk brengen, maar die man had helemaal geen... kaders of zo gekregen, volgens mij. Of deed hij zelf niet. En dan vraag ik me af, is dat niet bij jouw vak, wat jij geeft ook, is het niet een beetje babbeluurtje? Ik denk zeker dat sommige leerlingen het zo zien. En eerlijk gezegd vind ik het niet super erg dat sommige leerlingen er zo tegen kijken. Want als die leerlingen wie het wel interessant vinden, maar gewoon meedoen en de rest gewoon de les niet verstoort. Want als ze gaan verstoren, ja, dan is het natuurlijk heel jammer. Dan gaan we er wat aan doen. Maar je kunt niet elk vak interessant vinden. Dat kan gewoon niet. Nee, en die mensen die misschien gaan leren voor hele praktische beroepen... ja, die hebben er misschien toch ook niet zo heel veel aan dan of zo. Toch? Dat zou kunnen, hè? Ja. En dat de politiek in de dop misschien vooraan zat in die klas. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja, goed. Jij zit ook niet in de politiek klas. Nee, dat komt nog. Nee. Nee, zeker niet. Dat zou het worden, ja. Dat zou het worden. Ik ben even aan het denken... Of een soort lijst kunnen opnoemen of zo voor banen waarin filosofie echt heel belangrijk is. Maar nu denk ik ook meteen, is dat ook niet meteen voor alle banen belangrijk? Snap je wat ik bedoel? In eerste instantie wilde ik even voor ouders of voor mensen die het luisteren, opvoeders, dat we een soort beeld kunnen krijgen van wat heb je aan filosofie in je professionele leven? Maar tegelijkertijd natuurlijk dat dacht... kwam ook een andere gedachte die zei... je hebt het eigenlijk overal voor nodig, alleen op een andere manier. Ja, maar ik denk ook wat Martha zei over haar eigen ervaring daarmee... dat eigenlijk het belangrijkste is, dat jij weet waar je naartoe wil gaan. Die persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat is belangrijk voor ieder beroep, snap je? Tuurlijk, en zeker in deze tijd, hè, waarin de kids die nu naar school gaan... die gaan hele andere banen krijgen dan die wij nu hebben. Hè. Ik geloof dat ze voorspellen, dat zijn een aantal futurologen... die voorspellen dat we over 10 jaar... gewoon 50% van de banen verdwijnen of krijgen een totaal ander uiterlijk. Ja, goed, daar moet je iets mee. Dus daar kun je natuurlijk niet dat we nu allemaal weer studies en banen gaan beloven... die er uiteindelijk helemaal niet toe doen. Dus de personen zelf moeten heel erg, flexibel worden en vloeibaar... En bestendig tegen al die veranderingen. Ja, dat ook. En dat de welvaart, Tijmen. De welvaart gaat heel erg vooruit. En de technologische ontwikkeling gaat heel erg vooruit. Mm. Wat vinden wij daarvan? Wat zijn nog de waarden dan? En dat doet filosofie natuurlijk precies, ook. Precies, dus ook kritiek hebben op die maatschappij. Dat hoort er toch ook bij? Ja. Maar Tijmen, wij zijn niet objectief, hè? Want wij zitten gewoon midden in die studie. En ik weet dat jij wel van filosofie bent. Maar ik zit er niet in. Ik ben ook gewoon een hele simpele pedagogiek student. Dus wat wil je ermee zeggen trouwens? Nou ja, ik ben meer benieuwd naar wat denk je dan waar het heen gaat. Denk je dat het een goede ontwikkeling is dat het toch op veel scholen wel voorkomt? Al is het maar in een methode van Socratisch gesprek of filosoferen met kinderen. Vind je dat een goede ontwikkeling toch dan? Nou, als jij dat aan mij zou vragen als student zijnde en als iemand die dan wel eens wat scholen heeft bezocht voor stages en zo.
merk ik wel dat het wel gebeurt. Er zijn wel gewoon filosofielessen die gegeven worden. Of inderdaad levensbeschouwing. Of, maar niet als vak, hè? Maar niet als, nee. niet echt als vak waar je dan toetsen voor moet maken. Of waar je die op het rooster staan. Dat wordt dan misschien af en toe tussendoor gegeven. Alleen ik denk gewoon persoonlijk wel dat het echt superveel zou kunnen bijdragen. Nogmaals, voor die persoonlijke ontwikkeling en misschien wel het meeste. En ook dat je gewoon een kritische burger wordt. En ik denk dat als je geen kritische burger bent, dat je dan toch... Ja, hoe zeg je dat? Je niet zo kunt ontwikkelen als iemand die dat wel is. Omdat je toch je daarmee wel afscheidt van de rest of zo. Ja, ja. Maar mag er wel een keer dat naartoe gaat eigenlijk uiteindelijk, zeg maar, het vak filosofie op school? Gaat het zich nog ontwikkelen? Wordt het groter? Gaat het straks op hetzelfde niveau staan als bijvoorbeeld wiskunde of Nederlands of zo? Ik ben bang dat dat nooit gaat gebeuren, maar ik denk wel en ik hoop wel dat het belangrijker wordt. Ik zit ook bij Filosofisch Café on Tour, waar we met een groepje langs scholen gaan en een soort filosofieles, maar dan in een soort café-sfeer geven. Leuk. Dan we komen naar je toe deze zomer eigenlijk. Ja. Wat leuk. Ja. Ja, om die leerlingen ook wat meer met filosofie kennis te laten maken. En ook voor die scholen, dat ze misschien gaan denken van, oh, dit is toch wel heel belangrijk. Mm. Dus dat vind ik een goed iets. Maar ik denk dat de maatschappij ook zo erg verandert. En het onderwijs moet zich daar altijd op aanpassen. Want het onderwijs was vroeger heel anders dan nu natuurlijk. En wat jullie net ook zeiden, de banen veranderen. En ik denk dat filosofie steeds belangrijker wordt. En dat filosofie steeds beter op je cv zou staan ook. Omdat ze weten van, oh, die persoon heeft filosofie gehad. Die denkt toch net anders. Ik denk dat dat een heel positief iets is. Ja. Dan komt het dus misschien wel een omslag, Tijmen. Ja, precies. Want filosofie wordt er altijd wel gezien nog als een soort van stoffig iets. Je ziet zo'n man in zo'n bruin pak, zie je dan met zo'n pijpje en zo'n brilletje. Die dan, weet je wat, die gewoon veel boeken heeft gelezen. Maar ik denk dat het echt wel meerwaarde heeft, zeker. Je luistert nog steeds naar Pedagogisch Verantwoord. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Ja. Ja, denk ik ook. Ik merk nog wel inderdaad dat het soms een beetje een raar kindje is in de klas van de studies, inderdaad. Van de, ja, maar dat is gewoon dat voordeel, dat stoffige voordeel, wat wij gewoon nu proberen af te breken, voor eens en voor altijd. Maar ik wil nog even terug naar die bussen, want dat klonk heel interessant. Hoe ziet dat eruit, café? Ja. Hoe ziet dat eruit? On tour, ja. Ja, ik weet niet of je bekend bent met het fenomeen Filosofisch Café. Dat wordt wel in veel steden georganiseerd. Maar zo slecht ben ik alweer. Jij weet echt overal iets van. En dit is gewoon echt niet. Nee, dit is eigenlijk... Luister goed. Ja. Ik vind het echt geweldig, want in een café zitten is natuurlijk hartstikke gezellig. Nou, één keer per maand, meestal in welke stad je dan ook komt, is één keer per maand wel een Filosofisch Café. Je gaat dan naar het café, dan gaat er een filosoof spreken. Komt er nog iemand anders bij wie de verstand heeft van het onderwerp? Die gaan met elkaar in discussie. Dan kan het publiek kan ook nog met elkaar in discussie gaan of dingen vragen aan de deskundigen. Wat zijn thema's die voorbij komen, bijvoorbeeld? Oh, echt. Alles is mogelijk, ja. Ja, dat vind ik zo leuk aan filosofie. Echt, alles wat je kan bedenken is mogelijk, ja. Okay. Mooi zeg. En iedereen is ook uitgenodigd al, of jong en oud, denk ik en zo. Hè? Ja, zeker. Ja. Je hebt ook gewoon een website en zo en social media. Zet in de show notes. Je haalt me de woorden uit de mond. Dat is goed. Ja. Goed zo. Ja, en daar zit ik dus ook bij in de organisatie. En die hebben dan een subgroep, als ik het zo kan noemen. Mm-hmm. Wat Filosofisch Café on Tour is. En dat is eigenlijk hetzelfde idee. Maar dan gaan we langs op scholen om hetzelfde te doen. Maar dan op een school en met leerlingen. En zonder alcohol uiteraard. Oké, okay. Waarom uiteraard? Omdat ze nog geen 18 zijn. Oké. Oh ja, omdat het schoolkinderen zijn. Dan krijg je wel heel interessante gesprekken. Nee, 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 ja, goed. Ik dacht echt filosofisch van, ja, waarom niet? Maar inderdaad, dat snap ik op zich wel. Ja. Zeker omdat je ook op sommige schoolinstellingen zie je dat er toch een soort van omslag aan het komen is met omtrent alcohol. Maar dat is misschien een hele andere discussie voor misschien een andere podcast. Het gaat heel erg over onderwijs natuurlijk. Hè, maar stel dat je op school zit en je krijgt het vak niet. Hoe zouden ouders bijvoorbeeld toch in de opvoeding of zo, of in de gezinssituatie, iets met filosofie kunnen doen? Hoe zie jij dat? Boeken natuurlijk, maar de meeste kinderen van die leeftijd zijn niet zo geïnteresseerd in boeken. Dus misschien dan toch iets van series, want er zijn heel veel series die met filosofie te maken hebben. Misschien dat ze op die manier hun interesse daarvoor kunnen aanwakkeren. Ja, maar ik keek vroeger keek naar Willem Tekenfilms en daar zag ik ook Avatar, weet je wel? Weet je niet of ken je dat? The Last Airbender. The Last Airbender, weet je dat jongetje met die pijl op zijn hoofd en zo? Ja. Ken je dat, Marta?
Ik ken het, maar ik heb het niet echt heel bewust gezien. Je hebt hem helemaal gezien, hè? Ik heb hem helemaal gezien. Maar daar zag ik vroeger heel veel filosofische onderwerpen naar voren komen. Ik weet niet of jij dat toch herkende. Ik zag af en toe een losse aflevering. Dus ik denk dat ik de rode draad heb ik niet gepakt, denk ik. Ik weet niet dit gevolgd heeft. Dat vond ik echt een geweldige serie als kind. Maar dat soort dingen. Noem eens een thema daaruit. Nou, bijvoorbeeld sowieso goed, kwaad. Heel erg dat stukje van ethiek. Maar ook persoonlijke ontwikkeling. Want het gaat over een jongetje die dan zijn plaats in de wereld moet vinden. En zijn rol moet pakken. Hè, want hij is dan een soort uitverkorene eigenlijk. Die dan als enige het kwaad kan bestrijden. En hij komt er gelijk, ja, zoals de serie vordert, komt hij zeg maar steeds nieuwe facetten van zichzelf tegen. En dan allemaal in de vorm van allemaal eerdere levens en zo, een beetje spiritueel. Maar daardoor ontwikkelt hij zich steeds en dan komt hij steeds nieuwe punten tegen. Waardoor hij steeds groeit als persoon. Dus er zijn echt een soort hoofdstukken steeds waarin je hem ziet groeien. En dat was echt wel een vette serie. Nou, goede tip, denk ik. En die staat nu ook op Netflix, heb ik gezien. Dus voor de mensen die kinderen hebben, ik weet niet welke leeftijdscategorie, ik geloof 9 plus of zo. Ja. Die kunnen dit wel. Ja, het is ook wel heftig af en toe, hoorde ik inderdaad. Ja. Die serie. Ik denk ook misschien dat het goed is dat je inderdaad wedervraag gaat stellen als ouders. Dat je gewoon de hele tijd iets teruglegt bij het kind. En kijken wat er dan gebeurt ook. Ja, ja, maar gewoon ook aan de eettafel. Je kan toch ook gewoon filosofische gesprekken met die kinderen voeren over. Ja. Het gesprek van de dag of zo. Ja, dan hoef je niet per se te zeggen van nu gaan we een filosofisch gesprek houden. Meestal ga je dan al een gesprek houden wat eigenlijk filosofisch is zonder dat ze het doorhebben. Ja, ja, dat precies. Is heel mooi. Ja, want als je het weer zo gaat benoemen, maak je het weer tot een tot iets wat moet of zo vaststaan. Ja, dan willen ze het niet meer. Maar je kan het ook gewoon infietsen, want het is overal. Hè? Het is gewoon nadenken over het leven. Dus ja, dat... Ja, moet je wel weer scherp zijn dat je ziet dat zo'n kind zo'n vraag heeft eigenlijk. En dat je denkt, hey, dat is eigenlijk wel filosofisch wat je nou zegt. Dat moet je dan niet zeggen. Maar dan moet je daarop ingaan op die manier. Dat zou goed zijn. Ja, precies. Ja. Ja. En misschien ook even nog een laatste vraag. Is dat als ik iets over filosofie opzoek en zo, dan wordt toch nog altijd naar boeken gewezen en zo. Heel dikke pillen. En dan denk ik dat jullie daar in jullie opleidingen ook wel veel mee te maken krijgen. Echt dikke filosofische essays en zo. Zeker, ja. Ja, dat schrikt natuurlijk ook af. Hè? Daar hebben we net in het begin van het gesprek ook even over gehad. Dat het altijd zo ingewikkeld moet zijn. Maar zijn er ook niet hele simpele dingen, filmpjes online of zo, waar ook die dingen allemaal wat makkelijker worden uitgelegd? Ja, gebruik jij die misschien in je lessen ook en zo? Heb ik wel eens gedaan, omdat ik een hele grappige filosoof had gevonden op YouTube. Dus die heb ik wel even laten zien. Ja. Welke? Maar, weet je nog welke dat was? De dikke filosoof. De dikke filosoof. Oké. Ik heb opgeschreven in de show notes weer. Ja, gebruik ik nog wel eens School of Life. Nee, die filmpjes. Er wordt ook nog wel een filosoof af en toe uitgelegd. Ja. En ja. Zo. Oh, ja. Okay. Ja. Die zijn ook heel goed. Ja. Ja. En volgens ook wel mij leuk. Heb ik die ook een keer gebruikt. Ik weet niet meer zeker, maar ook zoiets. Dat er wel echt. Want die dikke filosoof, dat is meer een grappig iets. Maar ik heb ook wel. Volgens mij was het van de School of Life. Ja. Okay, dat je wel echt een hoogleraar hebt of een wetenschapper. Ja. Okay, de School of Life. En heb je ook nog dat ze het een beetje visueel maken, ook voor kinderen leuk. Ja, precies. Omdat we dus helaas gaan steeds meer of minder kinderen lezen. En dus als je ze natuurlijk geïnteresseerd wil maken in filosofie, ja, dan kom je denk ik met een koude kermis thuis als je zo'n hele dik boek in één keer voor een neus neerlegt. Dus dan is het misschien de dikke filosoof heb ik genoteerd en de School of Life voor de show notes. De dikke filosoof moet je niet al te serieus nemen, maar ik heb die laten zien. Want ik vond toch dat die interessante dingen zijn. Maar daarna ben ik uitgebreid met mijn leerlingen in gesprek gegaan daarover. Maar het is een goede, ik vond het een goede aandachttrekker. Want ik heb de School of Life dan eerst laten zien en vonden ze toch weer iets te moeilijk of zo. En toen kwam ik met die en toen vonden ze het heel grappig. En dan gaan ze toch over die dingen wie die dan zegt nadenken. En dat vind ik belangrijk. Ja, ja. Humor is ook een heel mooi startpunt. Zo, ja, hoeft dan niet per se zo intellectueel te zijn meteen. Gewoon een goed startpunt. Tim, moeten we naar een conclusie toe hierover? Misschien kan Marta een conclusie trekken. Is het belangrijk dat elke kind filosofisch onderwijs krijgt? Ja, zeker. Ja. Elk kind. Absoluut, elk kind. Wie dan ook, waar die ook vandaan komt, welke opleidingsniveau. Ja, jonge kinderen zijn echt de beste filosofen. Dus als je daar al begint, maak het ook vooral niet te moeilijk en niet te intellectueel om mee te beginnen. Ja, en dat ze in ieder geval aangeboden krijgen. Ja. Dan hoef je het nog niet eens, hè? Maar dan pik je misschien iets mee. Dat ook, ja. Dat ze misschien ook gewoon kunnen kiezen. Ja, ja. Keuzevrijheid. Ook een filosofisch thema. Mooi mensen. Marta, ik zou zeggen, zeg het voort. En, ga ik doen. Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw tijd. En, jullie ook bedankt. Ja, dankjewel. Doei. Doei. Doei.
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord. Oké, dus wordt wel de bijzonderste afsluiter tot nu toe? Ja, zeker ja. Lars, waar zitten we nu? Nou, ik moet gewoon goed opletten en tegelijkertijd in de microfoon praten. We zitten op de weg. Zit in jouw auto. Ja. En dan wil ik nu even snel aan je vragen wat jij vond van dit gesprek met ja, eigenlijk jouw klasgenoten. Ja, we zijn eigenlijk klasgenoten. Ja, nou ja, ik wilde graag dit onderwerp een keer naar voren brengen. Ook omdat ik zelf geen filosofieonderwijs heb gekregen vroeger. En nou ja, we horen natuurlijk wel weer heel veel voordelen. Maar vooral dat laatste stukje van dat het ook in het gezin gewoon toe te passen is. Dat is eigenlijk wel heel leuk om als conclusie te trekken, Tijmen. Ja, en we hebben al heel erg vaak gezegd hoe belangrijk wij het persoonlijk misschien vinden. Ja. Dat kinderen op andere manieren gaan leren denken. Maar wij horen natuurlijk heel graag hoe jullie daarover denken. We willen natuurlijk ook gewoon lekker interactie met jullie als luisteraars. Ja. Dus laat weten wat je ervan vindt via onze mail, podcast@pedagogischverantwoord.nl. Ja, Tijmen, mag ik jou nog één ding vragen? Hè? Ja, dat mag. Heb jij een soort van, kun jij deze podcast, deze aflevering een beetje in een rode draad zetten met de rest? Ik bedoel, zijn dat dingen die weer toch in de voren zijn gekomen, ook in dat filosofie gebeuren? Nou, wat betreft pedagogisch verantwoord dan? Hè? Nou, een rode draad is gewoon het mondig maken van kinderen. Dat kinderen leren hoe ze zichzelf moeten verdedigen. En misschien ook hoe ze zichzelf onder woorden kunnen brengen. Of een gevoel of hetgene waar ze behoefte aan hebben. Ik denk dat ook wel een heel groot en belangrijk facet is van opvoeding. Ja, ik ga even inhalen, Tijmen. Ja, dus doe dat even. Ja. Even op de snelweg ook echt. Even focussen. Man. Ja, ik wil wel dat jij gewoon nog langer met mij de podcast kan doen. Ja, dat snap ik, ja. Dus je moet gewoon veilig rijden. Maar mensen moeten niet denken dat jij ook de microfoon vasthoudt. Want ik heb nu een lamme linkerarm krijg nu van de microfoon voor jouw neus. Dit is echt fitness van jij. Dus, dat is ook echt weer een beeld wat je eigenlijk zou moeten hebben, deze setting. Maar mensen, ik vond het interessant. Lars vond het ook interessant. Ja, zeker. Ik geloof dat onze gast het ook wel leuk vond om een keer mee te doen aan deze, of aan een soortgelijke podcast. Voor deze aflevering willen we natuurlijk Marta Kemper bedanken voor haar inzichten in het vak docent filosofie natuurlijk. Maar ook een beetje in hoe dat dan gaat in zo'n klas en welke kinderen je dan tegenkomt en hoe die dat dan vinden en zo. Heel interessant. Ja. Dankjewel, Marta. En het was ook gewoon een mooi gesprek tussen drie gelijkwaardige studenten. Hè. Weet je, normaal gesproken, als we zo'n professionele gast hebben, ja, dan voel ik me toch echt een student die dan met een professional praat. Je wordt in één keer heel veel kleiner, inderdaad. Ja, maar dat is natuurlijk niet helemaal goed of zo. Nee, is niet gelijkwaardig. Nee, maar zo voelen die gasten zich denk ik ook niet. Maar Marta, dat heb ik toch onbewust. Nee, oké, maar Marta was ook wel docent, Tijmen. Dat zijn wij ook nog niet. Zeker, hallo. We hebben nog veel te leren, Lars. Ja. Nou ja, en natuurlijk bedankt voor de Radboud Universiteit. Maar ja, daar ga ik ook gewoon naartoe. En daar betaal ik ook gewoon collegegeld voor. Ik dus zeggen, je brengt daar genoeg geld binnen. Nee, precies. Dus misschien moeten ze mij maar gewoon bedanken. Dus die twee. En dan ook nog kijk in de show notes. Hè, want daar hebben we altijd interessante dingen staan. De bronnen bijvoorbeeld. En het artikel met Marley Heyer. En waarom filosofie echt een vak moet zijn op school. Kijk ook altijd even daarin. Tijmen. En dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Zeker, Lars. En vanuit de snelweg, welke snelweg, de A73. Bij Venlo. Wensen we jullie een fijne middag, ochtend of wanneer je het ook luistert. En blijf alsjeblieft zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer. Dit was Pedagogisch Verantwoord. Heb jij een vraag of opmerking over deze aflevering? Of wil jij een opvoedingsonderwerp aandragen voor de toekomst? Mail het naar podcast@pedagogischverantwoord.nl of stuur een bericht via social media.